De stad Utrecht heeft prachtige begraafplaatsen, oases van rust, vol belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. Maar steeds meer graven blijven leeg en er komen steeds minder bezoekers. Er wordt van alles bedacht om in de belangstelling te blijven. Zo is er het plan om de surrealistische schilder Joop Moesman in zijn geboorteplaats te herbegraven. En wat te denken van een postadres voor dode mensen. We zien het in de derde en laatste aflevering van Zielen van Utrecht. Ik heb denk ik altijd wel van de dood gehouden. Het is eenvoudig, aards en zonder onderscheid des persoons. Het doet er niet toe hoe goed of hoe fout je was en zelfs niet hoe keurig en gezond je leefde. En de dood vergt ook wel enig gevoel voor drama. Dat bevalt me wel. Er mag ineens zoveel en alles wat normaal binnen de lijntjes moet blijven is dan allemaal niet meer belangrijk. Zo authentiek zou het leven veel vaker moeten zijn. Nou. Heel mooi. Mooi, hè, toch? Heel mooi. Het is fantastisch. Ik ga denk daarboven staan. Bijzonder welkom, mevrouw Boucher. Ze staat vooraan, gelukkig. De achterkleindochter van Nicolaas Beets. Toch wel heel bijzonder dat er toch afstammelingen van Beets aanwezig zijn. Zeer welkom. We staan nu in een stralende septemberzon met een bescheiden, wat zal het zijn, 20, 30 mensen. En als u weet hoe het 17 maart 1903 was, tijdens de begrafenis, waren duizenden mensen waren uitgelopen in de stad. De vlaggen hingen half stok. De universiteit was gesloten. Men rouwde om Beets die zo populair was. Het bijzondere van deze twee stenen, die soms ook vergeleken werden met twee bladzijden van een boek, dat toen we hier aan begonnen aan het opknappen, dat die stenen nog vrij goed waren eigenlijk. We hebben alleen maar de verzakkingen terug kunnen brengen. De steen is verder schoongemaakt. Het zwart is weer teruggebracht. Er is even versteviging aan de onderzijde aangebracht. Met andere woorden, deze stenen kunnen het weer jaren tegen, om maar zo te zeggen. Ja, Tanja Medema? Ik wil jou bedanken. Ik vind het fantastisch dat je het initiatief genomen hebt, dat je zo van deze plek houdt. Dat je het promoot en dat je bezig bent met deze dingen. En het is een verrijking voor de begraafplaats, dus dank je wel. En ik dank u allemaal. Welkom, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Ik denk dat we even beginnen met het opzetten van de tenten en het uitrijden van de fakkels. Ad, wil jij je met de vuren gaan bemoeien? Zijn alle tenten al beneden? Twee grote. Oké, zijn nog boven. Oké. Ja? Iemand? Vragen, opmerkingen, andere ideeën, betere ideeën? Nou, dan gaan we. Jongens, we moeten gewoon met z'n vieren één tent. Dat is het makkelijkst. Dan loop je hem eruit, dan kan je dat ding eroverheen en daarna met z'n vieren de volgende. Oké, allemaal een hoekje. Pas op je vingers. Something like this. Yep, voorlopig goed zo. Dan kijken we straks even of het allemaal leuk staat. Nou, die. Gaat het een beetje?
Hey, heb je iemand erbij nodig, Flip? Ja, dat is best handig, want ja. Het gaat veel sneller, ja. Ja. Zullen we eerst even eten, jongens? De fakkels, maar die moeten we allemaal... Ja, maar we kunnen gewoon met z'n allen even de fakkels doen, toch? Okay. Dat is juist wel leuk. Ja, in de nou, en als je denkt, nou, we ben ik het even klaar hier bij de kaars en de ballen, zoek dan even iemand op om mee te ruilen. En laten we ervoor zorgen met elkaar dat het gewoon bemenst blijft. Lichtjesavond is op onze twee drukste begraafplaatsen, Daalwijk en Tolsteeg, ieder jaar. Het gaat erom dat mensen behoefte hebben, wat wij merken, aan plekken en momenten om stil te staan bij overleden dierbaren. En dat de geëikte momenten die daarvoor waren vroeger in de kerk of op dat soort plekken, dat die er steeds meer ontbreken in de levens van mensen. Natuurlijk denk ik ook altijd aan de mensen die ik zelf verloren ben. Maar ik voel ook wel de verbinding met mensen die hier op Tolsteeg iemand begraven hebben. Je werkt hier altijd, je spreekt altijd mensen door de week of bij een graf of je hoort verhalen van mensen. En zo verbind je wel je eigen gemis aan dat van anderen. En dat is eigenlijk wat op Lichtjesavond gebeurt, dat je in ieder geval niet de enige bent op de wereld die iemand moet missen. Kom er maar bij, hoor. Ik moet even kijken hoe jullie dat doen. Ja, nou, die balletjes die je kan nu gewoon pakken, die gaan ze open. Mm-hmm. En dan kan u een briefje pakken en dan mag u wat opschrijven. En dan hebben we hier haakjes. En daarmee, want dan maak je hem zo weer aan elkaar. Okay. Ja. En dan haak je erdoor en dan even goed omvouwen, want anders waait hij uit de boom. Zo. Prima. Ja? Prima. En even... Zo. En dan mag je... Ja. Ja. Je broer, weet je welke? Ja, maar mijn oudste zus is er pas binnen bijgekomen. Oh, dan gaan we haar zoeken. Ja. Oh ja, het is 82 en 83. Ja, goed. Gaan we even kaartje zoeken. Altijd mensen tegenkomen die ons helpen kunnen. Daar zijn we voor en dat doen we ook graag. Kom maar, zullen we naartoe lopen? Ja, maar dan wilt u eerst een kaarsje halen natuurlijk. Ja, ja, we willen even een kaarsje halen. Ja, doen we dat eerst. Ja. Ja. Hier is het. Ja, dat denk ik ook. Oh, kijk eens. Dat is een dichterbij als dat we dachten. Ja, want ik weet niet wat het... Ik geef u het kaartje en dan laat ik u wel in. Dank u wel voor de moeite. Hè? Graag gedaan.
Ja, vol worden we toch nooit meer. Hè? Want dat cremeren, dat is nou eenmaal, dat is de cultuur geworden. Ja. En dat is ook helemaal niet erg. Maar als die parken er dan toch zijn, hoe kunnen we die dan een nieuwe functie geven? En hoe word je zichtbaar? Van we zijn er, ja. Dit is er. Een plek waar je verlies en troost kan hebben. Ja. Zodat iedereen welkom is bij de begraafplaatsen om in eigen manier te denken aan degene die je op dat moment mist. En met dat plek voor geen plek was ook van stel dat je niet begraven bent, dat je er toch welkom bent om troost te vinden. Dus dan heb je welkom. Plek voor een plek. En dat is dan inderdaad voor al die mensen die dus assen laten verstrooien. Of een as op thuis op de schoorsteenmantel hebben. Natuurlijk prima met een foto en een kaarsje erbij. Maar misschien ook als het graf op een gegeven moment gewoon opgeheven wordt, toch? Dat je dan wel nog steeds er kan komen. Ja. Nee, maar laten we nog even één stapje verder maken dan. En dat is de opening van Aan Mijn Liefste. Ja. Op Daalwijk. Nou, dat is dat kunstwerk waar je post in kunt posten. Ja. Je kunt het daar schrijven, je kunt het daar... En dat sluit precies aan, zal ik maar zeggen, bij het verhaal van je bent welkom, het is voor plek voor geen plek. Ja. Dus ook voor mensen die personen hebben laten cremeren, die kunnen daar naartoe gaan, die kunnen daar een briefje schrijven. Dus het wordt eigenlijk een soort postadres voor dode mensen. Ja. Het is eigenlijk gebaseerd op een, wat je ook nog zo, als je zo ziet, een perfecte cirkel in drieën gebroken. Ja. En die zijn dan net iets versprongen om een spannende, ruimtelijke beleving ook te maken. Zodat je ook hier tussendoor kan en hier eigenlijk een grote toegang geeft tot de boom. Dus die boom blijft ook goed in zicht vanuit de aankomst op de begraafplaats. Dakdelen die de muren beschermen, omdat ze hol zijn voor de brieven. En dan de buitenzijdes hebben de schrijfnis en de openingen voor de brieven aan de overledenen, om die daar ook achter te laten. Is dit dan de binnenkant van de muur? Ja, dit wordt de binnenkant hier. Ja. Dus van hieruit gaat die... 55 centimeter dik wordt die. Ja. En dan komt nog de 70 centimeter waar het kiezelmozaïek op komt. Ja, ja. Met het dakconstructie. Dus dit, zou ik maar zeggen, wordt de binnenruimte. Ja. Op de radio stelde iemand de vraag: waarom staat er een brievenbus op een begraafplaats? Want naar dode mensen hoef je toch geen post te sturen. Mm-hmm. En toen dacht ik, waarom zou dat niet wel kunnen? Van dat je een overledene een post stuurt. Dat zou een nieuw ritueel van deze tijd kunnen zijn. En dit ontwerp, dat paste daar zo naadloos in. Ik hoop dat het mensen heel veel zal geven. Stel, het staat hier dadelijk. Ja. Zou jij dan ook een brief schrijven? Ik zou hier wel een keer nog willen zijn om mijn vader een brief te schrijven. Dat is de leegte die ik zelf ervaar. En om daar een keer over mijn gedachten op te schrijven. En dat die plek er is en dat die rust er is. Dus ik ga het zeker wel zelf ook gebruiken. Ja. Dames en heren, van harte welkom bij de herbegrafenis van Johannes Hendrikus Moesman
en Elsa van Dijk. Ik denk dat we kunnen spreken vandaag van een zeer, behalve bijzonder, maar ook een historische gebeurtenis. Ook bijzonder is dat deze begraafplaats en de icoon van Utrecht dicht bij het museumkwartier is teruggekeerd, om het zo te zeggen. Aangekomen aan het eind van de Gandstraat, ter hoogte van de begraafplaats waar we nu staan, wees hij naar links en zei: kijk, dit is nou het luie end. Daar zitten ze en hier leggen ze. Herreizenis. Gestol met botjes kun je niet voorzien. Voor mij had je het kunnen laten. Mijn zwerfkei maakt het ook niet uit. Eenmaal ondergronds valt er toch niks meer te schilderen. Ik mag lijden dat die godverdomde treinen daar ons jaar na jaar omschudden. Een mahjongspel in de aarde, een gangbang van wervels en knekels, tot één bovenmaats geraamte dat zichzelf ooit samenraapt, zerken, zand en maden van zich afklopt en humeurig wegbeent bij een bleke maand. De zwaarst verroeste sporen achterna. Dit bijzondere kunstwerk maakt letterlijk plek voor onze emoties. Voor rouwverwerking op een nieuwe, eigentijdse manier. Vandaag helpt kunst om de harde grens die de dood is, wat zachter te maken. Er zit een schrijfnis in. Het doet mij een beetje denken aan een Maria-beeld eigenlijk. De vorm inderdaad van de nis is gebaseerd op een menselijke gestalte. En wat u ziet is dat die persoon die daarin zou passen, die is afwezig. Dus het gaat over gemis. En tegelijkertijd is het heel concreet een nis waarin een brief geschreven kan worden. Ja, mooi. En die brieven die kunnen ook echt gepost worden. Je hoeft niet per se hier naartoe, maar je kunt de brief ook posten vanuit waar dan ook, hè? Ja, er zijn zoveel momenten dat je denkt aan iemand die is overleden en dat je iets wil zeggen. En dat hoeft niet altijd per se iets verdrietigs te zijn. En hoeft ook niet altijd te zijn, oh, wat hield ik toch van je? Kan ook best wel zijn van, god, ik heb ook wel af en toe, kon ik je wel een kwee achter de bank plakken. Ja. Maar toen zijn we met PostNL gaan bellen. En die zei, nou, je hebt geluk, want er loopt hier een postbode. Die loopt hier al, 20 jaar, loopt hij de ronde. Co, we gaan het vragen aan Co. Daar gaan de eerste. Hoppakee. Helemaal goed. Het is wel een heel bijzondere brievenbus, Co. Ja. Die maak je niet elke dag. Nee. En dan nodig ik tot slot iedereen uit om zijn of haar brievenkaarten te komen posten. Hoi pap, wat is het lang geleden dat ik je zag en wat is er veel veranderd in die tijd? Mam is jou al snel gevolgd. Jullie zijn allebei zo jong door vreselijke ziektes opgevreten. Het wrede lot wil
dat jouw plotselinge en smerige dood mij op het pad brachten dat mij nu zoveel plezier en succes verschaft. Ik heb denk ik altijd wel van de dood gehouden. Het is eenvoudig, aards en zonder onderscheid des persoons. En de dood vergt ook wel enig gevoel voor drama. Dat bevalt me wel. Er mag ineens zoveel. En alles wat normaal binnen de lijntjes moet blijven is dan allemaal niet meer belangrijk. Zo authentiek zou het leven veel vaker moeten zijn. Ik vraag me af of we ooit tot echte volwassen gesprekken zouden zijn gekomen als je niet was doodgegaan. Of zouden we altijd in onze oude verschillen en frustraties zijn blijven hangen? Nu ik de enige ben die het nog kan doen, zal ik de eerste zijn sorry te zeggen dat ik altijd zo streng voor jou een man ben geweest. Dat er nooit ruimte is geweest voor jullie fouten of het in liefde respecteren van de verschillen tussen ons. In elk geval ben ik trots dat ik tot hier gekomen ben. Wie weet waar het leven mij nog brengen zal voordat de steen voor de ingang van mijn kelder schuift. Wordt vervolgd. Kus dan. Het derde en laatste deel van de docu-serie Zielen van Utrecht. Volgende week in docu, de kunst van het klokkenluiden.